Circulaire economie is een van de grote uitdagingen de komende jaren. Urgent en kansrijk. Veel overheden, bedrijven en kennisinstellingen zijn bezig deze kansen al te verzilveren. Maar wat is circulaire economie? Waarom is het zo belangrijk? En wat kan het de Brabantse economie opleveren? Het verspillen van grondstoffen, bijvoorbeeld in de productie van smartphones, is niet langer houdbaar. Het zorgt voor waardeverlies en schade aan het milieu. En bovendien zal de industrie op den duur niet meer voorzien kunnen worden van bepaalde grondstoffen. In een circulaire economie gaan we veel slimmer met grondstoffen om. Door middel van design en innovatie producten zo te ontwikkelen dat het leidt tot levensduurverlenging. Minder materiaalgebruik en onderhoud. Door kringlopen te sluiten. Door slimme businessmodellen, zoals van bezit naar gebruik. En door hernieuwbare en biobased grondstoffen te gebruiken die geen schade aan het milieu toebrengen. Dit stimuleert innovatie en is onmisbaar in het bereiken van onze klimaatdoelstellingen. Zeker in Brabant liggen grote kansen. Onze krachtige maakindustrie, uitgebreide kennis, de toenemende mogelijkheden van big data en ons DNA om samen te werken, maakt dat wij het perfecte klimaat hebben om naar een toekomstbestendige circulaire economie toe te werken. Op allerlei gebieden is deze ontwikkeling al in volle gang. Werklocaties waar kennisinstellingen en bedrijven samen groene grondstoffen ontwikkelen, de industrie die machines repareert in plaats van vervangt en gemeentes die slimme wijken neerzetten. Maar we staan pas aan het begin. De kansen liggen voor het oprapen. De provincie Noord-Brabant wil graag samen met bedrijven, kennisinstellingen en andere overheden de transitie naar een circulaire economie faciliteren en versnellen. Om naar het Brabant van 2050 toe te werken. Een circulaire economie die ruimte biedt voor nieuwe innovaties en samenwerkingen, minder CO2-uitstoot en milieudruk, meer banen en meer sociale betrokkenheid.